Wat we nou nu gaan doen is de overgang maken naar de plenaire discussie. De discussie met jullie allemaal. Althans, ik hoop dat jullie daar nog puff voor hebben. Dus wat ik wil doen is alle sprekers van vandaag en gisteren op het podium uitnodigen. We zetten hier tafels neer met stoelen eromheen. En dan gaan we kijken of die intersectorale benadering waar Jan het over heeft, of dat hier in ieder geval aan tafel een realiteit kan worden. Dus mag ik alle sprekers van gisteren en vandaag vragen om hierbij te komen zitten, zodat we elkaar eens diep in de ogen kunnen kijken. Heb ik nou iedereen te pakken? Ja, misschien wel, hè? Goed. Jan, jij eindigde natuurlijk met de opmerking over hoe we dat ontwerpen van het landschap in de toekomst zouden moeten doen op een intersectorale manier. En je legde ook tegelijkertijd eigenlijk de uitdaging nog eens neer. Dus hoe doen we dat op een manier die omgaat met klimaatverandering, die omgaat met biodiversiteitsteruggang. En eerder gisteren hoorden we al uitdagingen rondom drinkwater. Dus er ligt nogal wat. En ik kan me voorstellen dat in heel veel gevallen, zoals jij ook zegt, het eigenlijk makkelijker is om sectoraal te werken. Want daar weten we allemaal een hele hoop van. En eigenlijk is intersectoraal werken heel rommelig. Levert misschien in eerste plaats wel meer onzekerheden dan zekerheden op. Nou wou ik gewoon deze groep heren, waar zijn eigenlijk de dames, is vragen om daar wie inspiratie voelt op te reageren. Dus hoe zouden we dat nou moeten doen? Dat intersectoraal, dat hele geclusterde pakketten aan crisis dat samenkomt met dat Maaslandschap moeten aanpakken. Wie mag ik de microfoon geven? Ik dacht het al. Ilko zegt terecht, ja, we beginnen bij de basis. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat je vanuit mijn functie als geomorfoloog, fysisch geograaf, makkelijk kunt zeggen dat je landschapsinclusief moet gaan werken. Oftewel, we hebben een hele mooie lezing, vond ik tenminste gisteren, van Kees-Jan van der Heerik gezien. Het gebiedsontwikkelingsproject Ooijewansum. Waar juist het landschap de basis was voor alle ontwikkelen. En waarin ook een hele mooie integrale benadering werd voorgesteld. Waarin en waarde aandacht was voor natuurontwikkeling en aandacht voor hoogwaterveiligheid. En aandacht voor behoud van erfgoedwaarde. Door bijvoorbeeld met name de oude geulen uit te graven. En niet hele kronkelwaardruggen gewoon te verwijderen. En door bijvoorbeeld ook dijken op de rivier meer ruimte te geven. En dan ben je denk ik landschapsinclusief bezig met aandacht voor erfgoedwaarde. En met aandacht voor de vragen die vanuit de samenleving komen. Hè, met name de veiligheidsaspecten bijvoorbeeld. Nou noemde Jan, en dat vond ik wel een interessant onderscheid, het verschil tussen oude en nieuwe biodiversiteit. En hoe zit dat nu dan in dit verhaal? Jan, is dit oude of is dit nieuwe biodiversiteit volgens jou? Wat bedoel je met dit? Het voorbeeld in Ooijewansum. Met oude biodiversiteit bedoelde ik eigenlijk niet één bepaalde vorm van biodiversiteit. Maar dat als mensen zich bewegen in een landschap en zich bemoeien met een ecosysteem, dat je dan veel vormen van biodiversiteit krijgt die nu eigenlijk in de natuurontwikkeling helemaal niet meegenomen worden. We moeten ons ook wel eens buigen over de vraag welke biodiversiteit we willen hebben. Het algemene idee is dat een landschap dat biodivers is, veerkrachtiger is. Dus langer, duurzamer kan blijven voortbestaan en ook makkelijker klappen kan opvangen en eeuwigdurende processen in gang kan zetten. Maar dat zijn vaak hele saaie landschappen. Misschien ook landschappen die wij niet altijd in alle opzichten willen hebben en waar je ook niet altijd in wil wandelen. Ik zeg maar wat. Dus je kunt over biodiversiteit heel verschillend denken. En dit is een manier om dat te onderzoeken en in beeld te brengen. Maar als ik nog even mag terugkomen op je opmerking dat intersectoraal werk en interdisciplinair werk ook heel rommelig is, omdat het tot veel onzekerheden leidt. Dat is nou juist wat we willen hebben. Want als we altijd maar volgens dat vaste tramien blijven denken, dan hebben we ook geen nieuwe creatieve oplossingen. Dus in die onzekerheden die ontstaan in dat interdisciplinaire onderzoek,
Daar komen denk ik na verloop van tijd juist oplossingen bovendrijven waarvan je denkt van, hé, dat hebben we niet eerder gezien. Dus die onzekerheid moet je misschien juist opzoeken. Misschien doorgaand op die onzekerheid. Ik wou jou vragen, Eelco, hoe zit jij daarin als archeoloog? Nou, ik vind het als archeoloog wat moeilijker, en zeker vanuit dat lange termijn perspectief. Want ook even naar aanleiding van de vraag van Pieter die ik na mijn verhaal kreeg, hè, over het verdrag van Faro en burgerparticipatie en dergelijke. Hoe zoek je met name de verbinding tot dat hele oeroude erfgoed, dat prehistorische erfgoed? Hè? Jan gaf ook in zijn lezing aan, hè, vooral die laatste 200 jaar, ook met de interviews en dergelijke, hè, waar je een geringe, vanuit archeologisch perspectief in ieder geval, een geringe tijdsdiepte pakt. Hoe zorg je dat je ook verder in de tijd terugkomt? Want ik heb dat hoog in mijn vaandel, dat heb ik ook al eerder aangegeven, dat lange termijn perspectief als archeoloog en ook als geoloog, hè, waar Leo natuurlijk in zijn verhaal op duidde. Dus die verbinding en met name ook de participatie van mensen, geïnteresseerden, woonachtig in dorpen langs de Maas. Hoe zorg je ervoor dat je dan ook die tijdsdiepte recht doet? Want ook uit het verdere verleden kunnen we heel veel leren als het gaat om waterveiligheid, om verkeerde beslissingen of bepaalde dynamiek van de Maas die in prehistorische tijd of vroeghistorische tijd ook aangetoond is. Dat blijft voor mij moeilijk. Ik denk even, maar dat is dan de koppeling naar de toekomst, een plan van aanpak, dat ik een voorstander zou zijn om vooral met pilots te gaan werken. Kleinere gebieden, want dat Maasdal is zo enorm groot voor ons plan, deze ambitie. Maar om daar concreet invulling te kunnen geven en bouwstenen te kunnen gaan vormen voor een groter verhaal, denk ik dat je heel keen moet kijken van welke gebieden zijn nou uitermate geschikt voor een pilot. En dat hoeven er niet eens zoveel te zijn, waar je die interdisciplinaire aanpak vorm gaat geven. En dat mag voor mij ook best chaotisch zijn, want mijn ervaring is dat Maasband ook heel veel dynamische discussies oplevert die we van tevoren denk ik niet zo zel voorspeld hadden. Hè, dat je een aantal pilots van het zuiden naar het noorden heel keen daar een selectie van maakt en kijken van wat leren we daarvan. Maar dat je die wel behapbaar houdt in eerste instantie, omdat we eerst nog moeten leren om te kijken van welke vragen wil specifiek beantwoorden. Hoe komt die burgerparticipatie daarin? Is dat een doelgroep of is dat onderdeel van ons project, onze werkzaamheden? Nou, dat soort zaken. Dus ik ben een voorstander van selectie van een aantal pilotgebieden. Dankjewel. Ik zie een vinger in de zaal. Ik weet niet of daar een microfoon naartoe kan. Maar leuk als jullie ook meedoen en je tegenaan gaan bemoeien. Volgens mij was de vinger. Mag de vinger nog een keer omhoog? Ja, daar was die. Ja, we hadden onlangs bij Steunpunt Achterlijke Monumentenzorg een voorlichtingsmiddag, informatiedag over omgevingswet. En dit terzijde, maar daar werd ik op gewezen op het verschil tussen de citizen science benadering, waarbij je eigenlijk, zoals erfgoed gezocht, de mensen gebruikt om eigenlijk heel veel informatie te kunnen verwerken. En de manier waarop je ze echt betrekt en ook serieus neemt als wetenschappelijk onderzoeker. Dus daar wou ik eigenlijk nog even iets van even opmerking over maken. Is die specifiek aan een van de mensen? Ja, nou ja, aan Kees. Dus er zit volgens mij geen Kees. Kees Kolen. Ja? Oh, Jan. Jan. Ik ben even in de war. Ja, Jan. Mijn vader heette Kees. Oh dus ja, dat was het. Zit best dichtbij. Ja, dat is een goede opmerking. Nou worden er in dat project erfgoed gezocht aan een aantal stappen gezet. Dus in het begin worden vrijwilligers bij het project betrokken om het waarnemingsvermogen eigenlijk te vergroten. Een groter gebied te kunnen afstropen. Je hebt veel meer ogen. Dat gebeurt in de astronomie trouwens ook met geschakelde computers. En dan heb je een enorm flinke kritische massa aan waarnemers. Dat is eigenlijk de eerste stap.
Maar vervolgens gaat het natuurlijk om al die landschapselementen, die grafheuvels en die urnenvelden en die raadakkers die van dat actueel hoogtebestand zijn getrokken van achter de computer, dat die ook worden gecheckt in het veld. Dat kan niet iedereen. Het voordeel van het project Erfgoed Gezocht is dat mensen die niet zo mobiel zijn, die aan huis gebonden zijn, dat die ook onderzoek kunnen doen. Die kunnen erfgoed ontdekken van achter de computer. Maar de mensen die wel mobiel zijn, die gaan daarna ook met het team van archeologen van Quentin Bourgeois het veld in. En dan boren ze die grafheuvels bijvoorbeeld ook uit. Hè. Dus je leert ook hoe je een profiel in een grafheuvel herkent in een team met vijf burgerwetenschappers. En zo worden ze langzaam eigenlijk ook opgeleid in het vak. En je zou kunnen zeggen dat na 2 jaar werken ze experts zijn. Ik ben laatst op bezoek geweest en ik denk dat veel van die vrijwilligers een grafheuvel in de guts beter kunnen herkennen dan ik, terwijl ik gediplomeerd archeoloog ben. Ze worden ook echt getraind. En van daaruit kunnen ze natuurlijk in hun volgende cyclus weer een stap verder gaan. Ik denk dat ook het antwoord is op de vraag van Ilko. Hoe ga je die betrekken in een diepere tijdsdiepte? Want die grafheuvels die hebben natuurlijk een behoorlijke tijdsdiepte. Dus dat is inderdaad dan een mogelijkheid om dat zo te doen. Dat zou ik even ook zeggen. Ja, dat klopt. Maar grafheuvels zijn natuurlijk een heel aantrekkelijk element uit het prehistorisch landschap. Zichtbaar. Mensen hebben daar een gevoel bij. En zoals je zelf ook weet, in het Maasdal is veel verborgen. En is het niet meer dan een fondsspreiding van kwetsbaar fondsmateriaal, verbrokkeld fondsmateriaal. En door de 50 kleuren bruin, wat was het? Heel vervaagd allemaal, waar je weinig van ziet. Dus dat is minder aantrekkelijk. Maar je hebt natuurlijk elementen, ook in het Maasdal. Archeologisch erfgoed die daar zich misschien voor lenen, meer zichtbare elementen. Maar het is niet een 1-op-1 relatie tussen grafheuvels in bijvoorbeeld Midden-Nederland of bij Baarlo, hè, waar nu onderzoek wordt gedaan. Ja, en ik zou. Wacht even, sorry, want anders wordt het al een heel sectoraal archeologisch gesprek. Ik wilde eigenlijk nog even een vraag stellen die wel naar aanleiding van Elko's opmerking over schaal ging en ook aansloot op wat Jan ter berde bracht over dat de nieuwe natuur die we hebben rond de grensmaas natuurlijk is gecreëerd bij de gratie van de grindwinning. En ik was benieuwd, Alfons, hoe jij daarnaar kijkt. Of jij denkt dat dat project nou uiteindelijk de juiste schaal had voor wat het heeft opgeleverd. Ook omdat ik in jouw verhaal ook wel doorhoorde dat je had het over de manier waarop slip zich afzet op het grind. Dat er ook processen gaande zijn die jullie misschien niet helemaal hadden gewenst of gewild. Ja, dat was een voorbeeld om aan te geven dat die rivier heeft natuurlijk ook zijn eigen wil. En die morfologische processen die op het moment dat je een rivier toch blijft vastleggen, hè, zoals we gedaan hebben, en hem niet helemaal de vorm geeft zoals die misschien idealiter zou hebben, dan gebeuren er natuurlijk ook dingen die misschien anders zijn dan je gehoopt had, maar toch gebeuren. Dus dan moeten we, ik ben daar wat dat betreft vrij makkelijk in. Ja, dat gebeurt, daar moeten we mee omleren gaan. Ik wil nog wel even op die biodiversiteit reageren, want dat is iets wat natuurlijk in in natuurontwikkeling altijd een belangrijk element speelt, is. En wat we wel zien is dat de eerste jaren leek het er misschien op dat dat tegenviel. Alhoewel er eigenlijk al meteen hele goede voorbeelden zijn. En als je bijvoorbeeld naar het grensmaatsproject kijkt, maar ook naar heel veel projecten langs de Rijn, waar ruimte voor het rivier is uitgevoerd, de hele Millingenwaard, waar inmiddels 1000 hectare natuur zijn ontwikkeld door landbouwgrond uit de productie te halen. Vaak gecombineerd met delfstofwinning, in dat geval kleiwinning. Ja, dat heeft toch inmiddels wel heel veel natuur opgeleverd. Heel veel biodiversiteit, heel veel variatie. Die biodiversiteit, kijk, die soorten die daarin voorkomen, die zijn niet geëvolueerd in samenhang met de mens. Die hebben een bepaald landschap wat ze nodig hebben. En dat hangt dus samen met die abiotische omstandigheden. En zolang die mens zich enigszins richtte naar die abiotische omstandigheden, dus de geulen opzocht om daar, of de kwelzones opzocht om daar veeteelt te hoeden, en de hoge grond opzocht om daar akkertjes aan te leggen, eventueel voorzien van houtwallen of wat dan ook. Ja, die soorten die herkenden zich daar natuurlijk heel erg in. Dus dat leek redelijk op een misschien wel natuurlijk landschap. Schaal zal anders zijn geweest. Het was natuurlijk kleinschalig wat mensen gingen aanleggen. Er hebben soorten van geprofiteerd. Er zijn soorten voor verdwenen. Er zijn natuurlijk veel soorten die we uitgeroeid hebben ook als mens. Maar er zijn andere soorten voor teruggekomen. Grote rijkdom kennen we nog van ongeveer 150 jaar geleden. Dat is natuurlijk, we moeten ons ook niet
het is natuurlijk een soort ideaal landschap misschien wel, maar ondertussen is het natuurlijk 50 tot bijna 100 jaar zeer intensieve agrarische productie overheen gegaan. Een delfstofverwinning die ook geen maat wist te houden. Dat is de grote vernietiger van het landschap. Ik denk dat die natuurontwikkeling juist een opstap is om dat weer enigszins te herstellen. Dat moet je ook op schaal doen. Dus dan kom je bij zo'n project als Ooijewansen, waar ook 100 hectare hersteld zijn. De Grensmaat is zelfs nog meer. Millingenwaard ook. Dus wat dat betreft is het rivierengebied een hele dankbare plek om dat te doen. Maar we moeten ook wel zien dat voordat we het verbond aangingen met die partijen, ja, was er niet heel veel meer resterend. Hè? Dus we moeten ook ons. Het was een relictenlandschap geworden. Wat waarschijnlijk, als we niet dat gedaan hadden, nu nog verder was afgevlakt. Dus dat moet ik. Denk dat het belangrijk is dat we dat in het oog houden. En bij erfgoed is het natuurlijk altijd heel lastig. Want kijk, al het stenen erfgoed, grafheuvels, hunnebedden, noem maar op. Ja, dat is natuurlijk. Dat is wel. Ja, dat kunnen we natuurlijk op een vrij eenvoudige manier. Of nou niet eens eenvoudig, dat merk ik ook aan jullie wel. Dat kost ook wel heel wat moeite om dat te respecteren. Maar als het gaat echt om landschapsvormen die mensen gemaakt hebben, parcellering, hoogstaand boomgaarden, noem maar op, dat allemaal. Dat is wel heel lastig om dat een plek te geven in dat nieuwe landschap. Omdat die hebben nauwelijks meer een functie. Ik zie ze heel graag, zeg ik er meteen bij, vanwege alle natuurdruk die voorkomt. Maar ja, dan denk ik toch van laten we maar aan de slag gaan met, ook met grootschalig natuurherstel hier en daar. Maar alles wat we kunnen behouden van het oude, ja, ik ben daar zeker niet tegen. Maar het is even duidelijk dat natuurontwikkeling niet alleen maar een vernietiger is, maar juist ook een opbouwer. Jouw beide buurmannen wouden iets vertellen. Ik begin bij deze kant. Ja, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Ik denk dat we moeten ook niet vergeten, het kost natuurlijk enige tijd voordat je weer een compleet werkend ecosysteem helemaal terug hebt. Zoals je het misschien zou willen zien. Ik denk ook dat je niet de pretentie moet hebben dat je de natuur zelf helemaal in de hand kunt houden, maar dat de natuur dat prima zelf kan. Dat hebben we volgens mij gisteren ook in een van de filmpjes gezien. En Hetty heeft daar natuurlijk het nodige over verteld. Maar ook daar speelt natuurlijk wederom mee, wat doet dit abiotische landschap? En wat ik nog wilde toevoegen aan jouw verhaal. Bijvoorbeeld op dit moment worden natuurlijk grote delen nu ontkleid, letterlijk tot op het pleistocene grind. En dan geef je inderdaad aan, als je dan niet sectoraal denkt en je pakt inderdaad de aardwetenschappen er verder bij, dan realiseer je dat je dus eigenlijk dan op het steentijdniveau terecht bent gekomen. In de steentijd had de Maas een compleet andere verhanglijn die veel steiler was, waardoor de Maas ook veel actiever grind kon verplaatsen. Nou, die verhanglijn die is in de loop der tijd afgenomen en daardoor heb je ook andere processen die nu een rol gaan spelen. En dus ook de Maas zal waarschijnlijk, en met name in de dalingsgebieden, zal er ook automatisch nu meer slip afgezet gaan worden, omdat de verhanglijn nu eenmaal anders is dan ten opzichte van de steentijd. Doet overigens helemaal niets af aan het feit dat we natuurlijk nu veel meer biodiversiteit terugkrijgen, omdat we een veel dynamischer systeem hebben teruggecreëerd, als het ware. Maar goed, dat wilde ik nog even toevoegen. Dankjewel. Wat ik een beetje in de discussie zie, is dat het verschil tussen oude en nieuwe biodiversiteit. Volgens mij bestaat die niet. Er is biodiversiteit en dat hangt er helemaal vanaf in de mate waarin mensen gebruik maken van het landschap. En wij zullen ook gebruik blijven maken van het landschap. We houden ingrepen in de Grensmaas. We zullen moeten voldoen aan de doorvoer van water. Dat betekent dat er altijd gekapt en gemaaid en gedaan wordt. Dus het blijft eigenlijk, ondanks alle natuurlijkheid, en die ik van harte ondersteun, blijft het een beheerde rivier waar de mens een duidelijk stempel op zal drukken. En de Maas is nog lang niet klaar. Althans, wij hebben hem nu achtergelaten met een ontwerp. En die gaat hij zelf boetseren. Er gaan bomen groeien, er gaan ongelukken gebeuren, er gaat van alles nog gebeuren. Maar voorlopig, de eerstkomende decennia, is de Maas bezig zelf om zijn morfologie te bepalen. En ik denk dat dat een beeld is wat we ons eigenlijk nog helemaal niet kunnen voorstellen. Hij verkeert eigenlijk nog gewoon in een pionierssituatie. Maar het blijft ook naar de toekomst toe een beheerde rivier. En dus in zoverre is er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil tussen de Dommel met zijn hooilanden en zijn kavels en leuke dingen. Daar zijn ook hele mooie ontwikkelingen
ontstaan na 1000 jaar. Ingrijpen vanuit een soort halfmoeras naar een beekdal, hooilandenreservaat, zou ik bijna zeggen. Hè, waar ook het nodige aan gerepareerd kan worden, wat dat betreft. Hè. De maïs staat daar ook tot in de oever. En niet zelden ook nog de asperge. Dus dat zijn verschijnselen die we in de beekdalen zeker kunnen aanpakken. En ik denk dat in essentie er niet zo heel veel verschil tussen de biodiversiteit van een beekdal en een ontwikkeling die in de Maas gaat plaatsvinden zal zijn. Maar ik denk niet dat we het moeten als tegenstelling moeten gaan beschouwen. Vooral dat niet doen. Dankjewel. En dan zag ik daar nog een hand omhoog gaan. Dan kan er ook een microfoon naar die meneer daar vooraan. Ja, dankjewel. Ja. Ik ben als betrokken bewoner van het Maasgebied naar dit congres gekomen. Met name ook met het oogmerk van ja, waar liggen de toekomstige uitdagingen voor het beheer. En waar liggen de toekomstige mogelijkheden ook voor dat beheer van die Maas. Nou, ik ben ja, erg onder de indruk van die verscheidenheid van lezingen die daar zeer inspirerend op gewerkt hebben. En als ik dat zo laat bezinken, dan komen bij mij, als het om de vraag gaat van hoe omgaan met de Maas naar de toekomst toe, komen bij mij drie noties naar boven. En die zou ik graag met jullie willen delen. En de eerste notie, die sluit aan bij het verhaal van Alfons van Winde. Die gaf aan, die zei van wat is het natuurlijk beheer voor de toekomst? Is dat aanpassen aan de natuurlijke dynamiek of aanpassen van de natuurlijke dynamiek. De technocratische Maas, dat laatste lijkt het geval. Ik denk dat voor het toekomstig beheer dat je veel meer toe moet schuiven naar dat aanpassen aan de natuurlijke dynamiek van de Maas. En dat je daar heel goed naar moet kijken, dat je daar kennis van het verleden voor nodig hebt om je daarin te voeden. Hè? Maar dat je daar ook bij moet realiseren dat helemaal terug naar af ook niet mogelijk is. Hè? Die stuwen en sluizen, die kan je niet van vandaag op morgen wegdoen. Maar ik denk dat het toch het zoeken is naar het aanpassen aan die natuurlijke dynamiek van de Maas met kennis van de Maas. Nou, ik denk dat een tweede notie die althans bij mij binnenkomt, is hoe belangrijk het is om de Maas en de kennis van de Maas, om de Maas naar de mensen, naar de bewoners te brengen. En de bewoners naar de Maas toe. Dat die verbondenheid en die kennis van zaken, dat ontwikkeld wordt. Onbekend maakt onbemind, denk ik. Hè? En ik vond het heel inspirerend, en ik denk dat het ook een fantastisch voorbeeld is van hoe dat zou kunnen, hoe het park Maasvallei hier aan Vlaamse kant voor die hele gemeenschappelijke Maas ook blijkt samen te werken met het Nederlandse deel van de grensmaas, zoals Katrien vanochtend vertelde. En hoe ik ook hoor hoe daar bekeken wordt, hoe mensen te betrekken, maar ook bekeken wordt wat het voor mensen betekent. En dan hoor ik dat 80% van de mensen, de bewoners in dat Maasgebied, dat heel positief waardeert wat er gebeurt, het ook op zijn waarde schat. En ik denk dat is belangrijk. Dat is belangrijk om dat besef te hebben, want mensen moeten voor de Maas zorgen en omgekeerd. En dat begint bij kennis van zaken. Nou, daar zijn jullie disciplines denk ik heel wezenlijk in. Dat is mijn tweede notie. En ik denk de derde notie in dat beheer, en dat is voor mij dit congres te weinig aan de orde gekomen. De Maas kent geen grenzen. Als je naar het systeem kijkt, hè, dan gaat die waterdruppel vanuit de zee naar Langres en gaat stromen. Als je naar het systeem kijkt, komen de visjes uit de Noordzee stromen opwaarts om zich te vermenigvuldigen en terug te gaan. Als je naar het systeem kijkt, komt de grote ellende vaak bij hoogwater uit de Ardennen, waar de stijgingsregens uitregenen. Daar komt de klap water vandaan. Bovenstrooms komt ook de plastic vandaan, het zwerfvuil. Dus als je aan die Maas iets wil naar de toekomst toe, dan moet je ook over die grenzen heen kijken, denk ik. En dat is het benutten van bestaande netwerken, de Internationale Maascommissie,
Vlaams-Nederlandse bilaterale betrekkingen. Maar dat is ook denken over nieuwe systemen, nieuwe netwerken. Nou, waar Lee Ann Fowa gisteren een voorbeeld van gaf. Burgemeesters voor een drinkbare Maas, dat soort zaken. Want je kan het niet voor het kleine stukje grensmaas op zich bekijken. Die hele Maasdynamiek is veel breder. Nou, dat waren voor mij drie hele essentiële, denk ik, noties uit die dagen van vandaag. Die wil ik graag aan jullie teruggeven. En je vooral ook bedanken voor de aanleidingen waar dat uit voortgekomen is. Merci. Dank voor uw mooie woorden. Is er iemand die daar vanaf het podium nog iets over wil? Ja? Ja, ik denk dat het een uiterst terechte opmerking is dat je de Maas vanuit haar complete stroomgebied moet zien. En dat gebeurt natuurlijk ook vaak in Europees verband, ook bijvoorbeeld voor de Rijn, idem dito. Daar zijn ook afspraken tussen landen gemaakt, tussen Zwitserland, Duitsland, Nederland. Ook hoe we die rivier willen beheren met elkaar. En wat je in Noord-Frankrijk bijvoorbeeld aan de stuwen zou doen, dat heeft benedenstrooms ongetwijfeld effecten en omgekeerd. Dus je kunt niet anders dan een stroomgebiedbenadering kun je voeren om het in zijn geheel te begrijpen, denk ik. Dankjewel. Ik ga het laatste woord gunnen aan Nico. dat was hier op voorbereid. Nico. Maar ten dele, want ik vond wat u zei ook heel mooi als slotwoord en tegelijk ook slotambitie. Maar als ik het over ambitie heb, als ik dat woord toch in de mond neem, ik denk dat was ook wat wij als organiserend comité hadden toen we aan dit avontuur begonnen. Een ambitie om onszelf, maar vooral ook een publiek, een hoeveelheid publiek dat we op dat moment nog niet konden vermoeden dat er zou zijn, om iedereen een beetje uit zijn comfortzone te halen. Om te gaan denken buiten de sectoren waar we normaal in werken of denken. En als ik het toch over wij hebben, het organiserend comité, dan is, omdat ik toch het slotwoord heb, het misschien wel goed als ik nog even zeg dat wij achter die organisatie schuil gaan, maar ook als mensen. Dus Katrien en Hilde en Pieter en Peter en Rob en Christian en een beetje ikzelf. Dat uit de comfortzone trekken, dat is misschien ook een beetje de uitdaging die jij helemaal in het begin van het congres probeerde te stellen. En tegelijkertijd zagen we dat dat nog niet lang niet zo makkelijk is. Ik geloof dat het Alfons was die zei, als zaken heel complex worden, dan zijn mensen ook weer snel geneigd om zich toch weer terug te trekken binnen de eigen comfortzone. Maar ik denk dat we vandaag en gisteren en woensdagavond een goede poging gedaan hebben om daar toch een beetje weerstand tegen te bieden. En dat merk ik ook bij mezelf. Want de begrippen die bij mij erg zijn blijven hangen, zijn ook heel aan het eind, via Jans een verhaal, weer teruggekomen. En die gaan over tijdsbesef. Tim Soens had het over rampgeheugen. Ik zou misschien zelf willen zeggen het Maasgeheugen. Het lerend vermogen dat de rivier ons, zeg maar, door de eeuwen heen heeft aangereikt. En ik heb op die manier ook op een nieuwe manier in deze twee dagen leren kijken naar het onderzoek dat ik zelf gedaan heb. Ik ben historicus. Ik vind het gewoon intrinsiek interessant om de archieven in te duiken, oude rapporten te lezen, naar kaarten te kijken en daar een verstandig verhaal van te maken in het kader van een historiografie die er bestaat. Maar op zo'n congres als dit leer ik toch ook waarom dat buiten dat intrinsieke belang ook belangrijk is. Want ik hield me dus bezig met hoe Franse ingenieurs en later de Hollandse waterstaatsingenieurs eind van de 18e, begin 19e eeuw omgingen met die dijken die Jan ook nog eens naar voren haalde. Die lagen daar al eeuwenlang en die lagen daar natuurlijk niet voor niks. Dus dat is over een langere periode toch heel goed om te constateren dat mensen om goede redenen dat hebben gedaan.
Dus in die zin zie ik ook heel duidelijk die verbindingen tussen mensen en Maas in de geschiedenis terugkomen. En daardoor ook het belang om dat in de geschiedenis te bestuderen. Dat we steeds opnieuw aan het uitvinden zijn hoe we op de beste manier met de Maas om kunnen gaan. En die ingenieurs die dachten dat ze het beste voor hadden. Alfons denkt dat, we denken dat allemaal, we doen ons best. Maar wij zijn niet de laatste generatie hopelijk op deze aardbol. Dus dat lerend vermogen, dat gaat maar door. Goed, dankjewel Nico. En daarmee wil ik jullie ook allemaal bedanken. En misschien kunnen we een applausje voor onszelf geven ten einde. Ik geloof dat we nog op uitnodiging van de gemeente Maaseik een borrel kunnen drinken in het restaurant. En daar wou ik jullie dan nu allemaal voor uitnodigen.